Goedemiddag allemaal. Hier is ze. Ik ben Barbara. Barbara van der Wal. Onafhankelijke Stamping Up demonstratrice voor Stamping Up dus. Ik ga nu laten zien wat ik als swap gemaakt heb. Tijdens onstage in Dortmund dit jaar. 2019. Even kijken hoor. Dit is mijn swap geweest. Deze, ik had er twee. Dit was de ene met de sneeuwman. De andere zal ik nog een ander keertje laten zien. Dus dit was de ene. Dat is de sneeuwpop. En hoe kwam ik hier nou op? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik kwam deze lichtjes tegen bij IKEA. En toen dacht ik, die zijn leuk. Die vond ik zo ontzettend leuk. Dus toen ben ik daar wat mee gaan verzinnen. En toen dacht ik, nou, toen kwam ik ergens anders weer iets tegen. Iemand die had een doosje met zo'n appeltje ervoor. Toen dacht ik, nou, dat ga ik met een sneeuwpop doen. En dat sneeuwpoppenpapier. Want dat is gewoon leuk en vrolijk. Dus vandaar. Dus ik ga nu laten zien hoe ik deze gemaakt heb. Ik zal deze even aan de kant. Tijdens ons stage had ik ze in zo'n zakje zitten. Daar heb ik allemaal sneeuw voor geknipt met een tangetje. Dan had ik uiteindelijk blaren voor. Want ik had er een stuk of 50. Dus dat ga ik nou niet meer doen. Ik ga deze even, zal ik even zo aan de kant leggen. De stempelset heb ik nog niet nodig. Net als dat ik die nog niet nodig heb. Ik heb hier nog stempels liggen van vanmorgen. Had ik even op moeten ruimen. Ik had zoveel. Even kijken. We hebben nodig een stukje papier van 6 bij 2, 3 vierde. En let erop dat als je papier hebt wat richting heeft, dat de lange kant de kant omhoog is, zeg maar. Of op en neer, of nou ja, de smalle kant is de zijkant, zeg maar. En de 6 inch kant is de bovenkant. Dan moeten we scoren. Ik pak mijn scorebord eventjes. En ja, het is in inch, omdat ik dat eigenlijk altijd het makkelijkste vind om uit te rekenen. Ik heb wel een centimeter bord tegenwoordig, maar ik vind het nog steeds niet handig om daar iets in uit te rekenen. Even kijken hoor. Dan gaan we scoren op 1,5. 2, 3, 4e. 2, 3, 4e. 4, 1, 4e. 4, 1, 4e. 5,5. En dan zitten we uiteindelijk op 6. Dan op de korte kant. En ook dan moeten we even kijken op 1,1/4. En dat is volgens mij de. Ja, dat is de 1,1/4 zo. En dan is die alweer klaar met scoren. Dan gaan we die aan de kant leggen. Dan pakken we een schaartje. En dan gaan we eerst even de lijntjes navouwen. Denk ik dat dat zo heet. Deze. Die. Die. En dan gaan we een aantal dingen wegknippen. Deze mag weg. Dit hoekje hier. Er zit een verschil in grootte. Het grootste stukje is de bovenkant. Het smalste stukje is je bodem. Dus hij komt zeg maar zo. Zo. Dus wat we wegknippen aan de onderkant is deze. En ik knip altijd buiten de lijntjes. En deze knip ik altijd een beetje schuin. Dan is dit mijn voorkant. Dus deze knip ik netjes buiten de lijntjes. Of ja. Knip ik hier wat van weg. Dan gaan we met deze ook zo doen. Dan gaan we ook een puntje weghalen. En hier halen we ook een klein stukje. Eigenlijk is het dan al bijna klaar.
Dan gaan we hem in elkaar zetten. Door hier wat lijm te plakken. Je kan ook natuurlijk tape pakken. Of hoe heet dat? Rollen. Is dit niet helemaal recht? Even zorgen dat het netjes recht op elkaar zit. Aanduwen. Dat is dan weer het voordeel van lijm. Dan kan je nog een beetje schuiven. En dan ben ik echt de voorstander. Dit is de... Kijk, waar zit mijn lijmnaad? Hier, dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Dus ik doe eerst de achterkant naar binnen. Dan plak ik daar een zijkant overheen. Dit zijn minder details. Ik zal wel een soort... niet helemaal oké zijn, denk ik. Maar ik vind het netter als het... Ik zal zo laten zien wat het verschil maakt. Zo. Als je dat nou anders doet, als je nou eerst die zijkantjes die je bijgeknipt hebt doet, dan heb je aan de binnenkant, zie je die zitten. En ik heb aan de binnenkant nu een heel mooi, glad, egaal stuk wat doorloopt. En aan het doosje zelf zie je dat verder niet, want dit is de voorkant. En je ziet niet dat die heel erg verkeerd gevouwen is. Dus vandaar. Zo doe ik dat altijd. Als het kan doe ik dat, laat ik het goed zeggen. Dan gaan we nu de sneeuwpop. Kijk, passen de kaarsjes er zo in. Ik zit er zelfs een beetje geklemd. Dan gaan we nu de sneeuwpop stempelen. Nou, ik had hem al uitgeponst. Die pons ik eigenlijk altijd eerst uit in op een post-it blaadje of op een stukje wit papier, in ieder geval op iets. Liefst wel gekleurd, want dat maakt het iets makkelijker. Dan ga ik hem een beetje zo uitlijnen op mijn papier, in die dinges, in die uitsparingen van de deze erop. Als ik moet even zet. Zo. Dan gaan we de handjes doen. Houtstokjes eigenlijk. Wil je die nou niet in een zwart, maar in een andere kleur? Ja, dan zou je ze apart moeten uitponsen. Of deze inkleuren, of de hele stempel inkleuren met markers, kan ook nog. Kijk, dan hebben we een blok nodig. Wat ik dan meestal doe, is dat ik hem nog een keertje stempel. Dat doen we natuurlijk met zwart. Zo. Dan zie ik gelijk of hij goed is. Dan pak ik de pons. En dan ga ik heel even kijken. Dan is dit papiertje eigenlijk iets te klein. Om goed te kijken of dat die past. Kijk altijd of dat die nog een beetje past. Of dat het klopt wat ik gedaan heb. Ja, dat is goed. Dus dan ga ik hem nu op wit stempelen. Zo. Dan pak ik de markers. Ik heb geen oranje. Dus dan gebruik ik Mango Melody voor de neus. En even kijken wat ik kleur hoedje wil willen. Nou, iets met Caribbean. Roze. Ik heb alles door elkaar liggen hier zo op. Die. En wat van wat felle geel. Zo. De neus werd dus Mango Melody. Zijn we dan ook gelijk mee klaar. En de, het gezicht, dan moet ik even op zoek naar mijn wattenstaafjes. Die wangetjes, die doe ik eigenlijk altijd met een beetje, met zo'n wattenstaafje heb ik in de inkt gedoopt. Nou, hoef ik niet opnieuw te doen. Er zit nog wat op. Dus dat doe ik dan zo. Het hoedje deze wordt roze.
hoedje wordt. Koosblokkenpennen. Het is ook de kleur die in dit papier terugkomt. In ieder geval Flirty Flamingo. In het rood. Zo, het is nu klaar. Dan pakken we de pons. En als ik het goed gedaan heb. Moet hij er in één keer goed uitkomen. Nou, dat gaat redelijk. Even kijken zo. Dan heb ik even een mini glue dots nodig. Deze hierop. Zo. Hier doe ik toch maar een beetje lijm op. Verre van mijn vingers. Nou ja, zie je straks toch niet meer met een sjaal eroverheen. Zo. Dan moet ik even een stukje wol afknippen. Tenminste, wat van dat rode gespul. Nou ja, het is gewoon wol met een draadje eromheen eigenlijk. Maar zo leuk bij deze zit. Ik maak dat zo af. Deze zo. Bij 1, 2, oh, helemaal netjes. Ik nog even zo. Nou, kom. Daar is mijn doosje. Dan gaan we hier doen we mijn grote dimensionals. Doen we 1, 2 dimensionals op. Plakketjes eraf. Nou, dan zijn we al een heel eind. Dan doen we hier, want hoe groot was dit ook alweer? 3/4. Even opprikken. Merry Christmas. Dat is deze tekst. Voor. En dan doen we gewoon zwart. Het kan echt een enorme puinhoop van mijn bureau maken. Gewoon als ik heel even bezig ben al. Daar hoef ik helemaal niks bijzonders voor te doen. Die maken we, doen we een beetje richting rechts. Zo recht mogelijk. Dan doen we deze weer weg vast. Die doen we vast hierin. Zo, zo. Die moeten we zo schoonmaken. Die weg. Die weg. Even een heel klein stukje netjes. En je ziet, er ligt echt een wind op mijn bureau aan de andere kant. Dat is niet normaal. Maar eigenlijk, maar goed. Zijn nou eens 3/4 ongeveer breed. Zo. Kom ik eruit. Iets breder moet kunnen. Dus het strookje is ongeveer 3/4 bij, wat zal het zijn, 4. Als het goed is, past hij er dan. Ja hoor, past keurig erin. En kijk, dan gaan we een stukje tape op doen. Krijg. Het zal wel niet. De hele dag al ruzie met dat spul. Zo.
haartjes er even uit. Even kijken hoe ver we hem doen. Even zo. Dan plakken we deze er zo aan de binnenkant in. Nee. Het is niet anders. Kaarsjes erin. Deze eroverheen. En dan is hij zo klaar. En dan kan hij natuurlijk altijd nog in een gewoon zakje. Maar zo is hij al grappig. Vind je niet? Nou, laat me weten wat je ervan vindt. Dit is dus van de serie, hoe heet die ook alweer? Snowman Season. Met het papier wat volgens mij ook zo heet. Ik heb er nog een paar te maken. Ik heb van de week een workshop voor 8 dames in totaal. En dat leek me leuk. Ik had nog kaarsjes over. Om voor alle 8 als afscheidscadeautje deze te maken. Dus dat ga ik nou nog even doen. Ik hoop dat je het filmpje leuk vindt. Klik er dan op vind ik leuk. Of wat is het? Een duimpje geloof ik. En tot de volgende keer. Nogmaals, mijn naam is Barbara van de Boom. En ik werk met Stamping Up. Mijn atelier heet Paper Tree. En ik zit in Lexmond. Dus mocht je een keertje langskomen, zoek me op. En ik zie je graag. Tot ziens!